Heel fijn om de twee voorgaande sprekers te mogen volgen. Uiteraard zal er hier en daar een klein stukje overlap zitten. Dat heb ik niet helemaal weg kunnen halen. Ook door de vrije reacties die er van de heer Berkelaar, de Wim Berkelaar kwamen op de voordracht van Anne van der Tol. Daar was ik natuurlijk niet helemaal voorbereid. Dus hier en daar een klein overlapje. Maar dat zal hopelijk de pret niet helemaal kunnen drukken. Ik heb het maar een Bijbelse term meegegeven, Aaron rapen achter de twee maaiers. Als u daar meer over wilt weten, kunt u trouwens weer terecht bij die wij in het Trefpunt buitengewoon aangenaam onze rabbi noemen. Namelijk op de website vindt u een groot aantal bijdragen van dokter Lucas de Grote, huisarts de Veenendaal, die allerlei interpretaties van het Oude Testament geeft. En daar valt deze categorie uitspraken ook onder. Dus ik stimuleer maar de samenhang van de website, zullen we maar zeggen. Ik ga eventjes naar datgene wat ik u graag nog even ten slotte wil meegeven. Naar aanleiding van de bijeenkomst van het thema van de witness seminars en van de interview. Er is ontzettend veel literatuur. Mocht u later deze bijeenkomst terugkijken, dan kunt u de titels daarvan noteren. Het zijn heel bekende. Donald Ritchie is een hele bekende. Die heeft veel meer geschreven. Dat is ongeveer zijn echte topic. En de andere readers. Het is allemaal trouwens vrij te downloaden. Dus deze boeken moet u wel op een Russische site zijn. Maar dat adres wil ik u wel geven. Zijn al die boeken gratis te downloaden. In plaats van dat u ze voor veel geld zou moeten aanschaffen. In ieder geval, er is veel literatuur. Er wordt op alle mogelijke manieren natuurlijk informatie gedeeld. Je ziet bij deze boeken, daar heb ik de jaartallen er even bij gezet, ook een enorme snelle halfwaardetijd. Ze verouderen snel om de eenvoudige reden dat de manier van registreren. En ik denk ook, vind ik op zich, zou ik een best interessante discussiepunt vinden, dat wij in onze beeldcultuur langzamerhand ook een verschuiving krijgen in de manier waarop wij informatie vormgeven en tot ons nemen. Wij zijn niet meer, als je nu een onderwijsfilmpje ziet uit de jaren 60, 70, dan denk je, wat een armoede, wat moet je daarmee? En ik denk dat dat ook bij de jongeren zo is. Ik merkte dat ook wel eens tijdens colleges. Dat is ook een klein poosje terug. Maar die hadden inmiddels een hele ontwikkeling doorgemaakt in de manier waarop zij informatie vergaren. En dat stond ver af van de manier waarop waarop ik zelf in ieder geval gewend was. En dat heeft dus ook te maken met de manier waarop je dingen weer gaat presenteren. Want dan val je eigenlijk buiten de categorie die je op het oog hebt, namelijk dat jonge mensen ook leren van het verleden. Dus dat is op zich, vind ik, misschien dadelijk in de vragenronde, dat we daar nog even op kunnen terugkomen. Want daar zul je ongetwijfeld vanuit het historisch onderwijs meer ervaring mee hebben. Het werd al even genoemd, er is in de jaren 80, 90, maar ook daarna, vooral daarna, een enorme swoon gekomen in al die interviews en witness seminars en noem maar op. Dat was vooral het grote Shoah project, het is wel eventjes langsgekomen, zeer terecht, omdat zo'n enorme stimulans gegeven heeft, ook in Nederland. Binnen de kortste keren zit u op de website getuigenverhalen, daar staan duizenden getuigenverhalen vanuit Nederland. Soms heel verscholen dat je denkt van, zou dat toch iets met geneeskunde te maken hebben? Maar juist dan is de indirecte informatie, mensen die het bombardement van Rotterdam hebben meegemaakt, die iets vertellen over de gewondenzorg tijdens het bombardement, et cetera, et cetera. Kortom, de hoeveelheid informatie, toch een groot actueel probleem vind ik, de overspoeld worden door informatie en de gemakkelijke toegankelijkheid van informatie, dat erbij gezegd, is op dit soort sites als de getuigenverhalen. Ik heb even de Sobibor interviews erbij genomen. Nou, alle aspecten van Sobibor kun je in de Sobibor interviews naluisteren. Het nadeel is natuurlijk dat ze vrij lang duren. Ik zet ze meestal op afstand even aan en een soort achtergronds. Er zijn mensen die hebben muziek aanstaan, maar je kunt ook gewoon zo'n interview en dan ineens hoor je iets dat je denkt van, dat is al buitengewoon interessant, eventjes luisteren en daar iets van noteren. Er zijn ook interviews van Amerikaanse geleerden, een hele site. Nou, daar zitten buitengewoon interessante mensen tussen, ook die in Nederland gewerkt hebben. En dan zit je als het ware te wachten op hun Nederlandse periode, waar ze dan iets over zeggen. Ik kom er dadelijk indirect eventjes op terug. Waar dan informatie tevoorschijn komt die je anders via een witness seminar zou willen krijgen, maar die dan eigenlijk vrij spontaan door iemand terugblikkend op zijn periode in Nederland in zo'n interview worden overgedragen.
Voor mijzelf erover nadenken, dacht ik dat een vrij belangrijk onderscheid moet worden gemaakt tussen twee grote categorieën. Namelijk bij het interviewen en de witnessseminars de mensen die getuigen van het verleden en mensen die actoren waren in het verleden. Dat zijn twee totaal verschillende posities. De meeste van die interviews die op die oorlogssite staan, of op de Shoah-site en alles wat ermee te maken heeft, dat zijn getuigeninterviews. Die hebben het meegemaakt, die vertellen wat ze allemaal gezien hebben, gehoord hebben, etcetera, etcetera. Dat is iets anders dan wij vaak hier bedoelen in het Trefpunt. Want wij zoeken naar de actoren van de geneeskunde, die daar een rol in gespeeld hebben, die daar een actieve bijdrage aan geleverd hebben. Die hebben natuurlijk ook wel een getuigenis, maar zit op een ander niveau dat je ze eigenlijk wil bevragen. Dat getuigenis, dat zou je bij wijze van spreken over het werken in een ziekenhuis, zou je nog veel beter de hoofdzuster van die tijd kunnen vragen, want die weet daar veel meer van wat er allemaal op de werkvloer speelde dan zo'n dokter. Alleen zo'n dokter zal het vanuit zijn perspectief brengen. Wij hebben hier in het Trefpunt jarenlang, ze is nu helaas iets te bejaard geraakt, maar wij hebben hier heel lang in het Trefpunt, ze kwam ook zeer regelmatig, de oude operatieassistent van professor Boerema gehad. Als je die mevrouw hoorde vertellen over wat zij in de OK heeft meegemaakt, rondom het optreden van een befaamd chirurg als professor Boerema, dat was fantastisch. Allerlei dingen die je nooit van de ander hoorde, hoorde je van haar, omdat zij dat op een heel ander niveau, niet als actor, ja natuurlijk ook als actor in de zin van assisteren bij de operatie, maar in de zin van getuige zijn van dat hele gebeuren, de spanning die daar was, de mensen die daar echt een rol in speelden. Soms in de geschiedenis mensen die een naam hebben, iets gedaan te hebben, waarvan zij verklapte, nou, luister eens, later wel een grote mond, maar het echte werk werd aan de tafel, et cetera, et cetera. De anesthesie denk ik bijvoorbeeld aan, waar ze veel over kon vertellen in de Boerema-setting, met mevrouw Vermeulen-Krans natuurlijk, et cetera. Kortom, buitengewoon interessant om dat onderscheid te maken tussen getuigen en actoren. Dat gaat dan over de historische werkelijkheid. Ik weet dat iedere historicus gaat stijgen bij het woordje historische werkelijkheid. Want dan heb je toch wel heel weinig gestudeerd. Zeker van Hegel en noem alles maar op. Wat is werkelijkheid? Dat is subjectieve werkelijkheid, et cetera. Kun je uren over praten. Maar nog heel simpel, getuigen over datgene wat jij als werkelijkheid hebt ervaren. Dat is natuurlijk een iets andere formulering. Als actor ga je liever naar de wetenschappelijke wereld toe. En die wetenschappelijke wereld, dat is een heel dynamische, ingewikkelde wereld. Boordevol met relaties en met spanningen en noem maar op. De wetenschapssociologie die daaraan verbonden is. En heel lang, toen ik in Amsterdam benoemd was, was dat best een pittige strijd met de UvA. Want daar was toen wetenschapsdynamica, was enorm in, heel populair. Dat was de echte medische geschiedenis. Je had ook nog een paar verdwaalde, mislukte medische studenten die deden er ook wat aan. Maar de echte geschiedenis werd ook door de wetenschapsdynamica geleverd. Het is allemaal een beetje weggeëpt, omdat men wel ziet dat dat een belangrijk aspect, maar zeker niet superieur aan andere aspecten in de geschiedenis van de geneeskunde. En natuurlijk heel nauw verbonden, en daar komt ook de vakkennis om de hoek kijken. En naar mijn smaak zou dat ook het zwaartepunt of het speerpunt, het doel moeten zijn van datgene wat in het Trefpunt gebeurt. Dat je natuurlijk vooral richt op die ideeëngeschiedenis, op het inhoudelijke. Omdat dat nou juist datgene is waar wij specifiek een bijdrage aan kunnen leveren. Die context en die historische werkelijkheid vanuit de getuigenverhalen, dat kan ook, maar prima. Maar die ideeëngeschiedenis, daar heb je echt know-how voor nodig, die tot een bepaald iets kan leiden. In mijn colleges heb ik eigenlijk standaard, want ik heb dit echt uit de oude colleges gehaald, had ik vrij veel aandacht, zeker in Groningen, waar Douwe Dreisma met zijn literatuur best bekend was, ook bij studenten en oudere studenten, hadden wij het over het geheugen. Fascinerend onderwerp. Fascinerend ook historisch. Het feit dat wij het geheugen op een andere manier zijn gaan waarderen dan onze ouders. Laten we gewoon persoonlijk blijven. Als ik nu niet snel op een naam kan komen, dan begint men toch een beetje aan te kijken van gaat het beginnen? Is dit de eerste symptoom? Ik kan mij niet heugen dat bij mijn grootouders thuis, of bij mijn ouders zelf, dat aan de orde was. Het geheugen, dat was geen kwestie. Dat is het pas in een latere tijd geworden. En dat heeft te maken met geheugenmanagement. En ook natuurlijk dat het geheugen enorm betekenisgevend is. Dat geheugen in die zin onbetrouwbaar is. Omdat die betekenisgeving natuurlijk een hele subjectieve zaak is. Dat weten wij heel goed vanuit al die
deskundigen die bij grote getuigenverhoren zaten. Ik ben even de naam kwijt van de befaamde Leidse hoogleraar. Wat zei? Ja, Wagenaar, de man die bij de grote Eichmann-processen en zo, dat soort andere getuigenissen van de oorlog, al snel op het pad was. Om iemand te zeggen van luister, is dat geheugen is totaal verwrongen, dat kun je niet als juridisch aannemen, et cetera. Kortom, het geheugen is een interessant punt. Dat werkte ik uit en dan zult u zeggen van, ja, maar is dat niet medische geschiedenis bij medische studenten? Nee, volgens mij was dat namelijk heel belangrijk voor medische studenten. En zo heb ik het ook altijd verdedigd. Ik besteed veel aandacht aan de geschiedenis als iets, als een omgang met het geheugen, omdat dat iets is wat je dadelijk in je praktijk, in de vorm van anamnese, voortdurend aan het doen bent. Je moet iets weten van je patiënt in dat verleden. Als die patiënt daar iets over vertelt, dan is die bezig met geheugenmanagement en met betekenis geven van het geheugen. Het autobiographical memory hoort tot het basispakket van de kennis van een medische student. Voor welke specialisme je ook opgeleid wordt, je ontmoet de ander. En als je niet weet wat daarachter zit aan historische waarden, dan kun je die patiënt, niet op de goede manier duiden. Ik herinner me nog heel goed, dat waren de colleges in de jaren 90, dat het allemaal op de Balkan gebeurde. En we hadden veel vluchtelingen, die kwamen dan op de poli. Ik praat over Rotterdam, waar je ermee te maken had. Indirect natuurlijk wat mij betreft, maar ermee te maken had. En ja, als je dan niet weet dat een Kroaat en een Bosnier, wat dat zijn, dat is niet een Bosneger of zo. Een Bosnier is iemand uit Joegoslavië. Je zult zeggen van nou. Maar dit soort merkwaardige onkunde kwam dan tevoorschijn. Het feit dat je dus bepaalde geografische kaarten hebt en dat die in het verleden door allerlei migratie verstoord is geraakt, daar moet je iets van weten. Wil je je patiënt op de juiste manier kunnen plaatsen en duiden? Kortom, anamnese als een belangrijk element van het medisch-diagnostische traject, vind ik dat daar hoort de medisch historicus een rol in te hebben om te vertellen op wat voor manier dat geheugen ten aanzien van het verleden werkt. Ja, in wat voor rol ben je dan als je met dat geheugen en met dat interview bezig bent? Ben je dan een soort Freud die daar je patiënt op de divan? Ik zat er natuurlijk aan te denken, ik wist dat deze dia zou komen toen Wim met zijn voorbeelden kwam. Leg je geïnterviewde op de divan om daar van alles nog wat uit te krijgen. Dat resultaat tenslotte in een interview, meestal in een periodiek, een krant of een tijdschrift. Ik denk zelf, op weg hier naartoe vanmorgen, schoot ineens de naam van Arend-Jan Herema van Vos in mijn gedachten. Die kon echt prachtige, hele grote interviews. En die heeft bijvoorbeeld een zeer uitvoerig interview van Arie Querido, de bekende sociaal psychiater, gehouden. Een heel nummer van de MGZ, de Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg, Volksgezondheid, het tijdschrift gevuld. Dat is een modelinterview. Op die manier zou het moeten. Laagje voor laagje binnendringen. Maar goed, die komt natuurlijk vanuit een context. Met Katrien Brinkgeven, met de achtergrond, ook de psychiatrische achtergrond. Buitengewoon interessant. En de autobiografie, die als speciale categorie dan is, die resulteert in de monografie. Ik moet eerlijk zeggen, dat de afgelopen 50 jaar heb ik veel te maken gehad met senior en emeritus hoogleraren die dachten dat zij wel toe waren aan hun autobiografie. Dat zijn heerlijke trajecten, want dan is altijd weer de vraag van waarom wil je dat? Wil je het verleden corrigeren? Wil je je eigen verhaal daarin doen? Ik heb er drie, deze heb ik nog even, dit was in die tijd vrij recent natuurlijk ook nog wel belangrijk. En dit vind ik altijd een heel mooi interview. Van een man die een enorme status had in de genetica. Iedereen die hem kende als hoogleraar genetica, klinisch man van statuur. En dan ineens, mag ik het eventjes in mijn perspectief zetten, afzak naar de politiek en nogal naar links ook. Dus dat was allemaal heel dramatisch. Maar waarom ik toch bij de studenten Plasterk vaak dit interview en ook andere interviews naar voren bracht. Dat was dat als deze man ging praten over zijn vak, dan zag je dat het een echte topwetenschapper is. En waarom herken je een topwetenschapper? Dat hij de geschiedenis van het onderwerp wat hij bestudeert kent. Hij weet welke anderen daar aan dat onderwerp hebben gewerkt, waar de ideeën uit dat onderwerp vandaan komen. Kijkt u maar naar de acceptatieredes van de Nobelprijzen. Die staan allemaal op internet, kun je naar luisteren. En als ze dus die acceptatiereden, dan vertellen ze over hoe die ontdekking tot stand gekomen is.
Dat zijn historische verhalen. Een echte wetenschapper weet van de geschiedenis van zijn onderwerp. En dat zei ik ook altijd tegen studenten. Het is onzinnig om te denken dat je iets van je onderwerp echt kunt weten zonder te weten welke historische traject dat heeft doorgelopen. Net zo onzinnig het is als dat ik u als student zou kunnen leren kennen zonder te weten wat uw herkomst en afkomst et cetera is. Want dat is bepalend voor datgene wat wie u bent en hoe u bent. Nou, nu, dit zijn die autobiografieën waar ik bepaalde herinneringen aan heb. De autobiografie van professor Meijler, Mijn oorlog, mijn hart. De zeer uitgebreide autobiografie van professor Henk Visser. En van Jacques van der Meulen, de plastisch chirurg, helend handwerk. Drie totaal verschillende verhalen, totaal verschillende perspectieven, totaal verschillende aanleidingen. We zouden er een hele middag over kunnen praten, gezien de intensiteit waarbij we erbij betrokken zijn geweest. Buitengewoon boeiend om dat te analyseren, de autobiografie die toch ook een plek heeft in ons discussie van vanmiddag, waar het gaat over interviewen van mensen. Want hier zie je hoe ze tegen zichzelf aankijken, dat is een vorm van op schrift gestelde zelfperceptie. Ja, dat is toch boeiend als dat je dat als interviewer er als het ware uit zou moeten zuigen allemaal. Aandacht voor de autobiografie in het kader van de interview, medische interviews en van de witness seminars. Ik weet wel, tot de vroegste ontmoetingen met professor de Moulin, bekende hoogleraar medische geschiedenis van Nijmegen. Dan praat ik, 1972, 73 of zo. Dat ik hem leerde kennen, zat hij vol over dit grote project. Hij ging op zijn instituut een groot aantal mensen interviewen met video. Dat was al op zich al iets. Het woord, gigantische camera's, enorme opstelling. Een lang verhaal kort, die interviews hebben wij ook allemaal inmiddels te pakken. Daar hebben we ook een aantal kopstukken bijeenkomsten aan gewijd. Sommigen herinneren zich dat ongetwijfeld, maar daar gaan we nog eens een keertje mee door. Professor de Moulin ging dus beroemde mensen interviewen op een de video. Soms urenlang, de hele lange interviews. Het inmiddels uitgewerkte plan om de interviews van professor Groen, de bekende psychosomaticus, 3 uur lang interview, video, die gaan we dus in zo'n kopstukkendag stoppen. En dan zult u zien, die man zegt ook allerlei buitengewoon interessante dingen. Een van de interviews, die hebben we hier gehad, dat was de eerste, die hebben we toen georganiseerd, dat ging over professor Muntendam. En dat is een interview wat afgenomen is door Toon Kerkhoff. Nou zijn hier vast en zeker mensen in de zaal die kennen Toon Kerkhoff. Als een inmiddels nog goede vriend en collega, zullen we maar zeggen, op het terrein van de medische geschiedenis. Hier nog jong, 40 jaar geleden, klaarzittend om professor Muntendam te gaan interviewen. Wat ik nu ga laten zien, ik hoop dat het filmpje goed werkt, dat het geluid goed doorkomt. Wat ik nu ga laten zien, dan krijgt u misschien een beetje het idee dat ik mijn goede vriend Toon belachelijk wil maken. Wat absoluut niet het geval is. Want dit fragment hebben wij in de tijd tijdens die kopstukkenbijeenkomst laten zien. Hij heeft er toen ook zelf smakelijk om gelachen. Als voorbeeld van hoe het niet moet. Dus dat is meer een aardig voorbeeld als dat ik het in de richting van mijn goede vriend Toon zou willen doen. Maar toen heeft Toon dus het interview met Muntendam op de volgende wijze ongeveer gehouden. Professor Muntendam, u bent in 1901 geboren in Amsterdam als zoon van de oogarts Pieter Muntendam. Dat was niet de eerste geneeskundige in uw geslacht. En ook uw moeder was geneeskundige in die zin dat zij de tandheelkunde beoefende. Ja. Ook van haar kant geldt dat zij niet de eerste en de enige was. Want de bekende Aletta Jacobs, daarvan was zij een regelrechte nicht. Ja, dat was haar tante. Dus het was mijn oud-tante. En die heb ik ook nog goed gekend ook. Ik kan niet zeggen dat het tot de liefste tantes behoorde. Maar dat kon je ook van deze vrouw, die zo actief is geweest in de hele ontwikkeling van de geneeskunde en vooral van de sociale geneeskunde, ook misschien niet verwachten. Nee, we kennen inderdaad Aletta Jacobs niet alleen als voorvechter van het vrouwenkiesrecht en bovendien als belangrijke voorvechter van het neo-Malthusianisme. We kennen haar ook als huisarts in Amsterdam, als strijdster voor betere woonomstandigheden en betere werkomstandigheden. Het laatste bijvoorbeeld voor het winkelpersoneel in Amsterdam. En dat brengt ons eigenlijk op het onderwerp wat ik met u wilde bespreken. En dat is de ontwikkeling van de sociale geneeskunde in Nederland gedurende de laatste 50 jaar. U heeft het voorrecht gehad om deze lange periode zelf van zeer
nabij mee te maken. En we mogen zelfs wel stellen dat u, gezien uw inzet en uw talrijke functies en posities, mede bepalend bent geweest voor het aangezicht en ook het aanzien van de sociale geneeskunde. Wat laat ik aan u over de beoordeling? Ik kan dat toch wel staven, professor. U bent na de opleiding aan de Universiteit van Amsterdam, bent u een aantal jaren huisarts geweest in een van de armoedigste delen van ons toenmalige vaderland, in het Drentse en Hollandse Veld. U bent vervolgens, toen in 1930 de ziektewet van kracht werd, een aantal jaren controlerend geneesheer in het kader van het centrale beheer. Dat is, als ik het goed centraal begrijp, beheer, ja, wat nu ongeveer het GHK is, ja, geweest. U bent toen ook al snel als een van de allereersten gepromoveerd op een verzekeringsgeneeskundig onderwerp bij professor Maarten Lafaye, de eerste sociaal geneeskundige leerstoelhouder überhaupt in Nederland. Ja. U bent vervolgens in 1937 privaat docent in de sociale geneeskunde geworden aan de Universiteit Groningen. Ja. Daarna bent u in 1938 inspecteur van de volksgezondheid in de drie noordelijke provincies geweest. Dat is juist. Dit is gewoon een prachtig voorbeeld, wat hij zelf ook toegeeft. En nogmaals, Toon Kerkhoff is een voortreffelijk mens-historicus geworden. Maar dit is de jeugdige, had hij allemaal goed voorbereid, wil hij graag laten horen. En er voortdurend zit Muntendam, ja, nee, dat klopt. Oh, dat, ja, oh, ach ja, zo. En af en toe zegt hij het net even anders, precies zoals je zei. En dan zegt hij, nou, ik heb nog even nagekeken. En dan komt het weer een heel ander verhaal. Prachtig. Ik heb nog een interview, daar laat ik de personen niet zien, want die zijn anders te veel herkenbaar. Die werd mij ooit toegestonden om die te beoordelen of dat voor een heel groot congres iets was. En toen heb ik dat met een beetje erg recht toe recht aan brief heb ik dat teruggestuurd. Zo van, luister eens, laat het alsjeblieft niet zien. Dat ga ik uiteraard niet uitvoerig bespreken, maar de essentie was het volgende. Daar zat een meneer van enige omvang die u in mijn persoon zult herkennen. En die zat daar in een luie stoel, zou maar zeggen, wat onderuit gezakt. En die had een knalrode trui aan. Dus ongeveer het linker vlak van het beeld was gevuld door een rood, alsof de brandweer daar geparkeerd stond met een rood vlak. En daar zat een interviewer naast. Dat was een collega trouwens van hem. En die interviewde hem dus over vroeger. En dan vroeg hij iets en had die man nog geen twee woorden gezegd. En dan ging hij het aanvullen. Want hij wist het beter. Dus die man die zat dan ook, en had hij een paar dingen gezegd. En dan zei hij van, ja, nee, ja, en weet u nog van die collega? Oh ja, dat weet u ook, dat auto's, dat weet u. Dus het werd een soort verhaal waarin hij in de spiegel van zijn collega zijn eigen leven zat te vertellen. Lijkt me een ongelooflijke valkuil. Is ook volgens mij toen niet uitgezonden, heb ik niet helemaal gecheckt. Uitgezonden op het congres wat de bedoeling was. Het is dus niet die pijlen zoals aan de bovenkant staat, dat je een wisselwerking hebt van interviewer en geïnterviewde. Maar in dit geval een voortdurend terugkaatsen en dus ook aanvullen. Iemand geeft antwoord en dan vervolgens een geweldig verhaal eromheen waarin alles weer wordt aangevuld. Wij hebben ook een hele mooie ervaring en daar heeft Peter Keuler een belangrijke rol in gespeeld, want die was toen mijn maat, zullen we maar zeggen, mijn collega die dat mogelijk gemaakt heeft om dat in Heerlen te doen. Wij hadden de oorlog bij de studenten regelmatig aan de orde gebracht. En toen kwamen wij op het spoor, dat is op zich een verhaal apart, ga ik nu niet vertellen. Het was wel een beetje dramatisch allemaal, maar goed. Peter heeft ook de eerste keer meegegaan, want die woonde er vlakbij, et cetera, et cetera. Maar dat was Max Hamburger. Max Hamburger belde mij s'avonds een keer op, s'avonds om 11 uur. En die zegt van, ik ben Max Hamburger, kent u mij? Maar ik zou niet weten, ik was eerst al verbaasd over het tijdstip van bellen. Dus vervolgens denk je van, nou ja, Max Hamburger, nee. Hij zegt, ik ben de man die op het onderste plankje ligt van Buchenwald, de fotograaf. Daar liggen een paar mensen, die lopen zo met hun hoofd net op de iconische foto. Op de onderste plank van die Buchenwald. En die liggen zo een beetje, hij zegt, ik ben de derde. Hij zegt, degene die naast mij ligt, dat zou Elie Wiesels moeten zijn. Hij zegt, maar dat is een grote leugen, dat ga ik je wel vertellen. Nou, patsboem, daar zit je dan. Maar goed, dat is een interview geworden. Vervolgens heb ik dat voor de studenten verteld, dat het buitengewoon boeiend is om daar iemand over te laten vertellen. Had hij net iets met zijn hart gehad en toen zijn wij dus in de autobus zijn wij naar Heerlen gereden. Half gevuld met medische specialisten en half met medische studenten. En onderweg hebben die met elkaar zitten praten. Enorm geroezemoes op de terugweg. Doodse stilte. Want het verhaal van Max Hamburger was, dat je er ook allemaal kanttekeningen bij kan maken, was buitengewoon indrukwekkend.
En wat ik nu wil, met dit element wil naar voren halen is, het is niet alleen een interview en een getuigenis, het is ook een ontmoeting met. Het gevoel hebben dat je iemand ontmoet uit een episode en uit een setting die zo uniek en zo ingrijpend is, dat dat voor je, ik denk dat, en als u naar die gezichten kijkt, zeker van het meisje linksonder, die studenten, en dat geldt voor allemaal, die hebben ademloos naar deze meneer zitten luisteren, wat hij allemaal heeft meegemaakt en wat hij ook daarna allemaal heeft meegemaakt. Dat is zo indrukwekkend geweest. Ik denk als ik deze studenten nu tegen zou komen, dat ze zouden zeggen, ik weet dat met al uw colleges, ik ben alle colleges vergeten, maar zeker die van u, maar niet het ritje naar Heerlen waar wij Max Hamburg hebben ontmoet. Kortom, je kunt een interview ook maken zonder dat je heel veel aandacht besteedt aan wat er gezegd wordt. Maar het feit dat je die persoon toch nog een keer ontmoet hebt, toch nog een keer in levende lijf hebt horen spreken, dat is ook een puntje dat als iemand enigszins dat je denkt het geheugen is niet helemaal meer zoals ik het graag flitsend zou willen hebben in een interview, is de ontmoeting met, vind ik, een punt wat je bij een interview toch zou moeten meenemen. Het feit dat je die persoon toch nog een keer op deze manier kan spreken. Wij hebben toen vervolgens onze Veteranendag georganiseerd. Prachtige bijeenkomst in de Domus Medica. Alles wat toen nog leefde en de oorlog had meegemaakt als arts, dat was wel bepalend. Die hebben we toen naar Utrecht gebracht, ook weer met een buddy als student. Daar zijn allemaal interviews mee afgenomen en mocht u dat interessant vinden, dan kunt u al die interviews nog nalezen. Op de website van Medisch Contact, daar staan ze nog allemaal op. Maar nu komt er een punt wat heel belangrijk was, want het heeft nogal wat fikse discussie gegeven. Het geeft het nu weer in de aanloop naar een andere bijeenkomst. En dat is dat deze bijeenkomst, ik had heel graag de interviews met deze mensen afgenomen. Medisch Contact vond dat niet de goede manier. Waarom niet? Omdat zij vonden, ik kan als historicus mij onvoldoende verplaatsen in de positie van de toekomstige luisteraar en kijker. Daar moet je journalist voor zijn. Dus je krijgt een journalist die heeft deze interviews afgenomen. Journalisten, een hele rij. Vind ik op zich een interessant puntje. Hè? Van op wat laat je zwaarder wegen? Want in zo'n interview komt dan bijvoorbeeld een keer voor dat iemand, een van de mensen daar, die zegt op een gegeven moment iets over het Zwarte Front. Waarop die interviews ze zegt, Zwarte Front? Dat je denkt van kom op zeg, als je nou even iets over de Tweede Wereldoorlog weet, dan moet je toch weten wat Zwarte Front was. Maar de discussie is dat de mensen van Medisch Contact, en dat respecteer ik, dus dat, ik zeg het ook niet als kritiek nu, maar dat respecteer ik, dat die zeggen van ja, maar daar luister eens, dat is precies datgene wat ook een luisteraar, mevrouw Ria Bremer, die zei altijd, en dat is niet een opmerking die ze maakte alleen in mijn relatie, maar die had het altijd over Mien van Urk. Dat was in Hilversum een gangbare term van degene die je aanspreekt van op dat niveau moet je praten. Puntje wat ook in de opnemen van interviews best wel relevant is. Een van de grote interviews heeft Arno hier afgenomen met Piet van Veldhoven. En ik laat het plaatje zien. Ik ga het niet laten, dat moeten mensen maar luisteren. Het staat integraal inmiddels op de website. Een prima interview, absoluut. Maar ik heb ook een paar fouten gemaakt. En ik laat het maar gelijk noemen. Ik ga nu niet zitten vragen. Dat was vroeger in de colleges al een leuk spelletje. Van wie ziet iets. Dat bekertje had daar natuurlijk nooit mogen staan. Dat is een heel vervelend element in dat hele interview. Staat dat ellendige bekertje, dat knalrode bekertje. Alsof die trui weer in beeld was, bij wijze van spreken. En Anno heeft een verkeerd colbertje aan. Namelijk een colbertje met streepjes naast elkaar. En dat gaat interfereren. Dat geeft voortdurend beweging in beeld. Ik weet het heel goed. Er was hier een Duitse cameraploeg. Die kwam hier opnames maken. Dat was in verband met die castratieaffaire was dat. Daar had ik iets over gezegd. Maar dat maakt niet uit. En toen kwamen ze hier filmen beneden. En toen zegt die meneer. Toen had ik een zwart colbert aan met hele fijne streepjes. Die zegt van ja luister eens. Je moet echt iets anders aantrekken. Want dat wordt niks. Toen ben ik dus hier in het dorp ben ik een nieuw colbert gaan kopen om een beetje nog fatsoenlijk op die televisie. Het zijn van die kleine dingetjes waar je voor de opname echt rekening mee moet houden. Ook de mensen die dus komen voor een interview of voor een witness seminar, een klein beetje even attent zijn op dit soort kleine puntjes. Komt u niet al te vreemd uitgedost en met het streepjesjasje. Anno, je neemt me niet kwalijk dat ik dit voorbeeld noem.
Ja, het is mijn fout, het is mijn fout. En er is nog iets heel aardigs, dat hoort iedereen die dat interview beluistert. Jij zit hier met een balpen. En terwijl, jij zit precies, jij zit de hele tijd zit je op tafel. Zo van opschieten, Piet, opschieten met je antwoord. Dus je hoort voortdurend op de achtergrond, boem, boem, boem. Maakt niet uit. Het kleine dingetje is even als aardigheidje dat het allemaal toch te maken heeft met die. Ik zal even snel een paar andere zaken noemen. Dit zijn volgens mij de belangrijkste onderelementen van een interview over medische geschiedenis. Biografisch, ergografisch, sociografisch. Bekend, ik denk dat iedereen gelijk snapt wat ik bedoel. En natuurlijk dat voor wie. Hè? Dat is dat medisch contactverhaal. Biografisch, ergografisch, sociografisch. En dat vraagt nu eenmaal enorm veel voorbereiding. Maar dat vraagt ook studie in de zin van wat is een biografie. En daarvoor wijs ik toch, hij is hier geweest, wat gewoon een interessante ontmoeting was dat en ook prachtige bronnen gebruikt. Jan Kok uit Nijmegen, die daar zijn taak van maakt en zijn oratie ook aangeweid heeft, namelijk aan het begrip levensloop. Levensloop vanuit een prosopografisch perspectief, hè? Dus dat is dan collectief. Wat zijn levenslopen? U zult zeggen, ik heb een leven. Maar is dat ook een levensloop? Mocht u daar geïnteresseerd zijn, moet u gewoon Kok levensloop op Google intikken. En dan krijgt u zijn oratie, kunt u dat lezen. Ik heb daarnaast, want er zijn een heleboel platen van, een soort ganzenborden zijn dat. Van welke fase van het leven je allemaal door zou moeten gaan. Een soort gestileerd leven. Niet onbelangrijk. Iedereen stileert zijn leven naar dit soort fasen. Dus ieder die over zijn eigen leven heeft nagedacht, zit dat te compartimenteren in die collectieve ideeën over levensloop. Want op die manier geeft je ook je eigen leven als het ware een structuur in die ontwikkeling. Interessant onderwerp. Het bioergogram, dat komt van Rothschild vandaan. Het maken van een bioergogram, ik heb er een paar gemaakt, want die kosten heel veel tijd. Maar bij een bioergogram ga je proberen om de inhoudelijke vakontwikkeling in iemand zijn denken in relatie te brengen tot zijn biografische, tot zijn levensloop en tot de context daarvan. Het maken van een bioergogram is echt een hele ingewikkelde bezigheid. Maar als u echt een diepte interview zou willen maken die medisch historisch ook de diepgang heeft, dan is dat buitengewoon een goede oefening. Bij Rothschild kunt u daar meer over lezen. Hij analyseert dan bijvoorbeeld aandachtsgebieden. Nou, dit is nou een voorbeeld, met alle respect Wim. Dit is niet iets voor een algemene interviewer. Daar moet je dus vanuit het vak komen om te weten dat een man als Émile Dubois-Raymond, dat hij zich bezig hield met had een aantal collega's en al die collega's hadden weer bepaalde aandachtsgebieden en hij staat daar als een soort dirigent in. Dan moet je echt verstand van zaken hebben. Dan moet je weten wat er op dat moment, ik kijk naar Anno, op het terrein van de chirurgie speelt. Ik kijk naar Louis Collet, geschiedenis van neonatologie, moet je echt goed in je hoofd hebben. Peter met zijn neurologie, et cetera. Je moet echt know-how hebben, wil je een aandachtsgebieden op deze manier in een interview ook netjes kunnen laten passeren. Niveau van specialisatie, het verdiepende onderzoek, grensverleggend onderzoek, mislukt onderzoek. Buitengewoon belangrijk. Ik weet dat ik interviewde voor de VU. Professor Knoop, ik weet niet of sommigen die naam wel kennen, had zich lang met de ballistografie bezig gehouden. Dat mag je toch ongeveer wel een volslagen mislukt denkpatroon in de cardiologie bestempelen. En daar is gewoon decennia lang onderzoek naar gedaan, alsof het de grootste vinding op weg naar een Nobelprijs zou worden. Kortom, moeilijk om ter sprake te brengen, maar interessant om te zien hoe dat gelopen is. Ook dit vraagt veel werk. Breng alle medewerkers van iemand in kaart. Ik werk nu aan dat boek over Abraham Gans. En ik heb dus uit alle jaarboekjes van de Universiteit van Leiden alle mensen rondom het instituut gewoon met naam toen in kaart gebracht en allemaal biografisch uitgezocht. Om bij hun biografie te zien wat zij over hun leermeester zeggen. En die kom je alleen maar op sporen als je dat namenlijstje hebt. Want dan kun je tenminste een in memoriam of wat dan ook kun je terugvinden wat je daar allemaal over zou kunnen zeggen. Het wordt nog dieper, één niveau dieper. U ziet, ik zit nu echt op het medisch historische pad. Auto-generation of research. Maar veel mooier, zoals de Duitser dat zegt, de autocatalytische probleemontval toen. Ik zal het nog een keer zeggen. Autocatalytische probleemontval toen. Het ene probleem roept het andere op. En de geïnterviewde staat in dat proces.
Ik weet zeker dat als ik Louis Collet zou interviewen over zijn bijdrage tot de ontwikkeling van de neonatologie, dat als het ware dan dat hij volop in een lijn zit waarin allerlei problemen zitten die duidelijk alweer op weg zijn naar een volgend probleem. En dat daarachter weer andere problemen zijn weggekomen die je alleen kunt begrijpen vanuit die kennis van die neonatologie. Nou, dit soort niveau van basiskennis, kom ik toch weer bij Anno terug, die zou je aan tafel toch ergens in je hoofd moeten hebben, wil je daar een zinvol witnessseminar van maken. Ik hoop niet dat na deze intro iedereen afhaakt op weg naar een witnessseminar, want het is gewoon heel veel werk om dat te doen. Heel mooi voor Groningen, bijvoorbeeld de boeken over kolf, over boeren, maar allemaal schitterend. Ik heb er hier een lezing een keer in Groningen over gehouden. Al deze mensen kun je niet begrijpen, geen van die mensen kun je begrijpen, als je de naam Robert Brinkman niet in beeld brengt. Robert Brinkman, de hoogleraar fysiologie, het absoluut genie, die in Groningen zat en al deze mensen geïnspireerd heeft tot datgene waardoor ze beroemd geworden zijn. Of het nou gaat over de zuurstofmeting van, bij Jongsis, Boerema met zijn met zijn overdrukkamer, Kolff met zijn ontdekkingen, Homan van et cetera, et cetera. Deze mensen zijn allemaal geïnspireerd door één man op de achtergrond. En het zou in mijn ogen een wezenlijke fout zijn van een interview. Bijvoorbeeld met, stel je voor dat je Boerema nog kon interviewen. En de naam Brinkman valt in dat interview niet. Dan zal iemand over 50 jaar zeggen van luister eens, die man heeft niet begrepen wie hij aan het interviewen was. Gezien de achtergrond, et cetera. Kortom, laatste dia, een succesvol witnessseminar, een goed interview, vereisen grondige kennis, een beetje samenvatting denk ik van de drie voordrachten van vanmiddag, door voorbereiding en door opleiding, u ziet, gewoon bloed, zweet en tranen, ijver en door kennis van het vakgebied, het vermogen tot analyserend luisteren en contextueel luisteren, vind ik twee dingen, je analyseert het en je plaatst het in de historische context. Je hebt een goed beeld van de beoogde luisteraar en doelgroep. Dat was mijn medisch contactvoorbeeld. En, ja, wat dat betreft, mooi dat we op elkaar aansluiten. De ontspannen sfeer maakt niet het blaadje wat je af moet werken met al je puntjes. Gewoon ontspannen sfeer, creatieve opbouw. En probeer roddel te vermijden. Of maak roddel tot een wezenlijk element van een historische ontwikkeling. Daar zit nog wel een slagje mogelijkheid tussen. Kortom, dat was mijn bijdrage aan de opzet naar de gedachtenvorming.